Breda Nu. Je weet het meteen. Afgelopen weekend werd de tweede editie van de Urban Trail in Breda gehouden. Tijdens deze tocht konden de deelnemers kennis maken met gebouwen in Breda waar ze anders nooit komen. Je kunt me niet vallen van zorg. Meneer, we staan op het punt van beginnen. Ja. Heeft u er een beetje zin in? Ik ben er helemaal klaar voor. Enorm getraind. Ja? Nee. Ja, maar 10 kilometer kun je ongetraind doen, toch? Sorry? Deze afstand kun je ongetraind doen, toch? Ja, maar we hebben al gekeken. We kunnen bij 3 kilometer binnen doorsteken. En dan is het maar 6 kilometer. Waarom doet u mee aan de Urban Trail? Om uiteindelijk de stad weer op een andere manier te leren kennen. Dus ik ben heel benieuwd. En waar kijkt u nou het meest uit? Naar welk gebouw om doorheen te lopen? Ik vind het casino wel heel erg grappig om dat van binnen te zien in deze setting. Dus dat is één. En de brandweerkazerne. Maar het is heel gedisciplineerd looppubliek. Af en toe moeten we ze zo in groepjes laten gaan. Om te zorgen dat de route door blijft lopen. We zijn heel gehoorzaam. Had u liever niet zelf meegelopen? Ja, ook. Ik had graag meegewandeld. Maar dit is ook heel leuk. We zijn begonnen met start bij 5. En toch ga ik erin staan. Het kan even duren. Dit jaar stelde een nieuwe locatie zich beschikbaar. Waaronder het Nassau Hotel en de brandweerkazerne. De brandweerkazerne komt. Ja, hartstikke leuk. Wij wisten ook niet wat we ervan moesten verwachten, maar de mensen zijn zo enthousiast. Ja, wij vinden het ook hartstikke mooi en we hebben de kazerne opengesteld om ze iets te laten proeven en dat is heel goed bevallen. Je ziet wel iedereen lacht en daar doen we het voor. Wat dachten jullie? We gaan even een weekendje Breda boeken, rustig. Zeker even rustig weekendje met z'n tweeën. Ineens al die mensen hier, snap er helemaal niks van. Eten, ons eten op, drinken ons jus. Iedereen reageert ook echt zo ontzettend leuk. Daar doe je het gewoon voor. Mensen die komen aanlopen en dan denken, oh, hier moet ik niet zijn, omdraaien. Nee, je moet toch hier zijn. Komen ze toch naar binnen. Ja, dat is fantastisch om te doen. En hoeveel mensen er met ons op de foto gaan. Dat is, Hele groepen gewoon. Ja. Gewoon voor gekozen. Fantastisch, fantastisch leuk, fantastisch gezellig, mooi parcours, veel ambiance, prachtig weer, mooi evenement, top. We komen uit Brugge, dat is voor ons denk ik een hele mooie manier om een stad te leren kennen. Breda is een hele mooie, moderne stad. Het station vond ik ook prachtig. Het park hier, de omgeving van de kerk. En contrast ook. Ambiance, dus die karaokebar was totaal anders. En dan kom je in die Lutheraanse kerk met een orgel. Het is heel mooi, hele mooie belevenis. Breda Nu. Je weet het meteen.